I was wondering what you're going to do. That's what it is. Goedemorgen vanuit Kigali. Samen met Adjan Kok en Malvern van Red een Kind Rwanda ben ik onderweg naar het hoofdkantoor van EII, de zusterorganisatie van Red een Kind hier in Rwanda. En ze zitten aan een zijweg van de hoofdweg en die zien er zo uit hier. We krijgen daar een briefing, onder andere van collega Diogene en teamleider John, over wat we vandaag gaan zien in het veld. Ik ben benieuwd. We reizen vandaag naar Bugesera, in de oostelijke provincie van Rwanda. En na een geweldige reis met fantastische uitzichten en hobbelige wegen, komen we aan bij de eerste zelfhulpgroep van deze reis. We werden als koningen onthaald. En daarna kregen we uitleg over wat een zelfhulpgroep is. Een groep van 20, meestal vrouwen, die elkaar helpen zich te ontwikkelen. Ze geven elkaar advies. Ze lenen geld aan elkaar. En deze geweldige vrouwen helpt Red een Kind door advies te geven. Hoe zet je een winkel op? Hoe drijf je zo goed mogelijk handel? Hoe verbouw je je groente of fruit zo goed mogelijk? Hoe ga je met elkaar om? Hoe voed je je kinderen op? Het raakte me om deze manier van werken in het echt te kunnen zien. Daarna gingen we naar een zogenoemde workshop. Met hulp van Red een Kind hebben jongeren daar een houtbewerkingsbedrijf opgezet, die ze nu volledig zelfstandig runnen. Toen we daarover spraken met twee van de jongeren, viel het me op hoe trots ze zijn op wat ze bereikt hebben en op het feit dat ze nu zelf hun gezin kunnen onderhouden. Daarnaast wordt het geld ook gebruikt om te investeren en vol trots werd de nieuwe zaagmachine dan ook gedemonstreerd. Bij deze workshop hadden we ook een ontmoeting met een CLA, een Cluster Level Association. Dit zijn afgevaardigden vanuit 10 zelfhulpgroepen die samen elkaar motiveren en inspireren op het gebied van onderwijs, sociale netwerken en de gemeenschap. Ook hier kregen we weer verhalen te horen over wat er bereikt is, hoe dorpen zich ontwikkelen en de armoede langzaam afneemt. Ook deze vrouwen waren duidelijk trots op wat ze met eigen inspanning bereikt hebben. En terecht, lijkt me. Daarna reisden we naar de laatste zelfhulpgroep van vandaag. Deze vrouwen onderhouden samen een cassaveplantage.
Hier wordt me eens te meer de essentie van het werk van Red & Kin duidelijk. Trotse vrouwen die vertellen over wat de plantage hen heeft gebracht en dat ze nu zelf een extra geit konden aanschaffen, matrassen kopen voor hun gezin en het schoolgeld voor hun kinderen zelf kunnen betalen. Hier in Rwanda. Een enerverende dag, mag ik wel zeggen. Heel veel gezien, heel veel geleerd, heel veel meegemaakt. Het is echt heel bijzonder om, nadat je natuurlijk heel vaak allerlei plaatjes en films en andere dingen van Afrika hebt gezien, dat je hier nu eens een keer zelf rondloopt. Al is het alleen maar het klimaat, hoe dat is, maar ook wat al die mensen allemaal vertellen, op wat voor plekken je komt. We zijn bij zelfhulpgroepen geweest, die zichzelf al heel goed redden, waardoor de economische standaard al behoorlijk omhoog is gegaan. Maar waar je nog steeds ziet dat het nog steeds arm is. En de natuur is hier echt prachtig. Het is hier schoon. Rwanda is echt een mooi land. Nou, ik ben nu hartstikke moe. Ik ga gauw slapen. Dan zou ik zeggen, dan zie ik jullie morgen graag weer terug. Dan gaan we weer het veld in. Weer projecten bezoeken van Red & Kin en daarna gaan we naar een natuurpark, begreep ik. Ik ben ook heel benieuwd wat dat weer gaat geven. Tot morgen.